Goeiedag, lieve mensen. Goed dat je er weer bij bent. Wij gaan het vandaag hebben over Apple. Een van de grootste bedrijven ter wereld. Zo'n 2600 miljard is Apple op dit moment waard. En een van de grootste wegingen in de S&P 500. En dit is een jaar voor Apple waarin de S&P 500 zo'n 10% gestegen is. En Apple dit jaar zo'n 7% gedaald is. Dus dit is een mismatch van ongeveer 17% aan rendement. Dus voor beleggers in Apple, die alleen Apple-aandelen bezitten, die hebben niet alleen 7% verlies gemaakt, die hebben ook de 10% rally gemist in de S&P. Dus 17% rendement gemist. En dat betekent dus, in dit soort momenten, dat ik als belegger zijnde een beetje enthousiast word. Met mij denk ik, als ik mijn inbox zie van vragen, ook heel veel anderen. En het zijn interessante tijden, want dan kan je gaan uitvogelen. Dan kan je een beetje gaan kijken of de puzzeltje in dit geval past bij Apple om er wat geld mee te verdienen voor de komende jaren. Dus we gaan kijken in deze video of het een koopmoment zou kunnen zijn voor Apple. We gaan kijken wat er daar precies aan de hand is. Waarom heeft het zover kunnen komen dat een van de grootste bedrijven ter wereld, waarvan we toch heel veel verwachten, en een monopolie heeft, toch dit jaar het laten afweten. We gaan natuurlijk kijken naar de waardering. We gaan heel veel dingen bekijken. Dus ik denk dat het een heel interessante aflevering wordt. Ik hoop dat je tot het einde bekijkt. En ik ben vooral benieuwd naar jouw mening over Apple voor de komende tijd. En ook als je geen mening hebt, zet dan even geen mening in de comments. Daarmee help je natuurlijk dit kanaal. En laten we dan meteen beginnen met iets wat we bij de belegger, zeker als je lid bent van de belegger, heel erg goed kennen. En dat is namelijk de levenscyclus van de gemiddelde bedrijf. Want ik investeer persoonlijk heel veel in groeiaandelen. Ik heb bedrijven graag in de growth stage, zoals je zou kunnen zeggen. En op een gegeven moment komen die bedrijven ook uit die growth stage. Bedrijven in mijn portefeuille bijvoorbeeld die nu uit die growth stage zijn gekomen, zijn bedrijven zoals Salesforce, onder andere, die nu een dividend aan het uitkeren is. Maar dit is de heilige graal, of in ieder geval de basisprincipes die je eigenlijk moet weten voordat je überhaupt gaat beleggen in bedrijven in specifieke aandelen. Dit kent iedereen die lid is van onze community, die heeft de trainingen gevolgd, die weet hoe dit soort zaken in elkaar steken. En Apple die zit in de maturity fase. In de maturity fase zijn je sales consistent en reduceer je je kosten zo veel mogelijk en verhoog je je winsten continu. En het ding is met een bedrijf als Apple, die een monopolie heeft, en zo kan ik er meer noemen dan alleen Apple, is dat je heel erg lang in die maturity fase blijft. Dus je bent heel erg lang een volwassen bedrijf die nog steeds blijft groeien. En de reden daarvoor is natuurlijk dat Apple een enorme ecosysteem heeft gebouwd die ze zo ongelooflijk krachtig maakt. En ook een beetje een monopolist maakt in de ogen van heel veel mensen. De meningen zijn erover verdeeld, maar we gaan proberen te begrijpen waar dat dan specifiek aan ligt. En Apple zal dus, als ze zo doorgaan, ontzettend lastig in die decline fase komen. Want in de decline fase, daar gaan je sales omlaag, je kosten zullen een stuk hoger worden, je winsten zullen een stuk afnemen, er zullen heel veel concurrentie zijn. Maar goed, dat is voor Apple. Op dit moment lijkt het alsof dat er maar niet gaat komen. En dat heeft vooral te maken met hun monopoliepositie natuurlijk. En als je uit die decline fase wil komen, heel veel bedrijven halen de decline fase niet. Heel veel bedrijven ook wel. Microsoft is een schoolvoorbeeld van een bedrijf die de decline fase heeft overleefd. Door te gaan innoveren, door te zorgen dat ze bijvoorbeeld in de cloud ontzettend sterk zouden worden. En de vraag voor Apple, want geloof het of niet, ook al hebben ze een monopolie, zelfs in een monopolie heb je op een gegeven moment de gehele markt in handen. En dan zul je in die decline fase komen als je niet blijft innoveren. En in het geval van Apple, ik zie niet in hoe zij op dit moment kunnen gaan innoveren. We gaan het zo meteen over hebben, maar we gaan het eerst over die monopoliefase hebben. Want wat gaat de toekomst van Apple zijn na de iPhone? Ik bedoel, what's next? Weet je wel, what's next voor Apple? Dus gaan we zo meteen behandelen. Maar eerst moeten we toch even hebben over de rechtszaak die de Amerikaanse staat is begonnen tegen Apple.
Apple's broad-based exclusionary conduct makes it harder for Americans to switch smartphones, undermines innovation for apps, products and services, and imposes extraordinary costs on developers, businesses and consumers. Dat is de case die de Amerikaanse overheid maakt door te zeggen dat Apple zijn monopoliepositie in principe gebruikt of misbruikt om het heel moeilijk te maken voor de gemiddelde Amerikaan om van een smartphone te switchen. En de App Store als monopolie gebruikt om ontzettend veel geld te verdienen. En eigenlijk met niets extra's of innovatiefs of iets dergelijks te komen. Dat is ook waar in het geval van Apple, als je het mij vraagt. En geloof het of niet, buiten de VS is Apple helemaal geen monopolie. Want Android heeft in principe de hele markt in handen buiten de VS. In de VS heeft Apple, ik geloof, zo'n 65% van de totale markt in handen. Dus de Amerikaanse staat zegt, zij maken het simpelweg lastig om te kunnen innoveren. Ik bedoel, onze eigen app van de belegger. En je kan hem downloaden via de link hieronder. Maar onze eigen app heeft een goede 3 maanden stilgelegen, omdat Apple per se die 30% commissie wilde krijgen. Terwijl we dachten ons aan alle wetten en regels van, laten we zeggen, de Apple policy te houden. En je kan daar niks tegen doen. Weet je wel, ze zetten gewoon je app offline. En als je geen Spotify bent, ja, dan kan je ook niet echt een rechtszaak beginnen. Dus we hebben het maar even zonder moeten doen. Maar als je verder gaat, Apple unlawfully maintains its monopoly power. Apple harms competition by imposing contractual restriction fees and taxes on app creation and distribution. Super apps. Apple prevented apps from threatening its smartphone monopoly by undermining mini programs that reduce user dependence on the iPhone and cloud streaming apps. Ja, dit zijn, dit zeg je misschien niet op het eerste gezegd iets, maar ik bedoel, als je kijkt naar heel lang geleden, Microsoft had ongeveer dezelfde. Kijk, het is belachelijk voor woorden eigenlijk als je erover nadenkt dat als jij een iPhone koopt en een app wil downloaden, dat je eigenlijk 30% belasting betaalt aan Apple om een app te kunnen gebruiken en daarvoor te kunnen betalen. Want die prijs die wordt gewoon doorberekend aan de consument. Jij betaalt onderaan de streep de Apple-belasting. En het is te gek voor woorden. Je moet je voorstellen als Microsoft, als jij Microsoft zou gebruiken en je zou iets op je laptop downloaden of weet ik veel, een andere laptop. En je moest daar 30% belasting over afdragen. Dat je iets downloadt en iets gebruikt en ergens voor betaalt. En elke transactie die jij zou doen op je laptop of computer. Dat je daar 30% aan Microsoft over zou moeten afdragen. Dat is te gek voor woorden, maar dat is wel wat Apple doet. En de reden daarvoor is dat als jij, laten we zeggen, een bedrijf, of dat nou Apple is of welk bedrijf dan ook, een vinger geeft, dan nemen ze je hele hand. En dat is ook iets wat we heel lang bij Microsoft zagen. Dat zien we eigenlijk iedere keer als een monopolie begint te ontstaan. En Microsoft werd heel snel in de kiem gesmoord, dus dat was heel fijn. Maar als ze zo door waren gegaan, dan hadden ze waarschijnlijk een monopolie gecreëerd die nooit weer te herstellen zou zijn. Want ze waren goed op weg om te zorgen dat ze via de operating software de enige browser die er mogelijk zou kunnen zijn, dat de Microsoft Internet Explorer zou zijn. En als je alle browsers in de wereld hebt, in principe zou je dan bijvoorbeeld als startpagina altijd Google kunnen neerzetten. En ga ze maar door. Er zijn heel veel anti-competitie of anti-monopolie wetgeving dergelijke gekomen, waardoor ze niet alleen Internet Explorer mochten aanbieden als browser, dat je per se verschillende zoekmachines kon instellen en ga zo maar door. En dat is in dit geval ook nodig en heel lang uitgesteld als je het mij vraagt. Want als je Microsoft in die tijd zijn gang had laten gaan, dan hadden ze dat gedaan. Sterker nog, ze hadden plannen en ze wilden zelfs nog de hele code van het internet veranderen door hun eigen codes in te voeren in plaats van HTML bijvoorbeeld. Maar goed, die tijden zijn voorbij. We zitten nu simpelweg naar Apple te kijken. Als we dan even verder kijken in diezelfde lawsuit, dan zie je: rather than respond to competitive threats by offering lower smartphone prices to consumers or better monetization. Je moet je voorstellen, voor de nieuwste iPhone betalen nu gewoon €1600. €1600.
Dat is veel geld. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind dat heel veel geld. En daar kan je ook gewoon een hele supergoeie laptop of pc of whatever van kopen. Je kan er zelfs een auto van kopen, een hele oude, maar je kan het wel doen als je dat zou willen. Apple would meet competitive threats by imposing a series of shape-shifting rules and restrictions in its App Store guidelines and developer agreements that would allow Apple to extract higher fees toward innovation. Kijk, een van die dingen is, Apple heeft ervoor gezorgd dat cloud gaming, zoals Nvidia dat onder andere aanbiedt, als jij een hele slechte telefoon hebt bijvoorbeeld, of een hele oude Apple telefoon, of een oude Apple laptop, of welke laptop, of whatever de hel dan ook. Je zou de cloud gaming diensten van Nvidia kunnen gebruiken om heel erg snel games te kunnen spelen, omdat dat allemaal op de cloud wordt gedaan. En Nvidia regelt dan de drivers en servers en dat soort dingen. Jij hoeft alleen een goede internetconnectie te hebben als het ware. Dus je kan zelfs met een hele slechte telefoon, zou je een hele goede games kunnen spelen. Nou, daar heeft Apple een stokje voor gestoken, dat mag niet meer in de App Store. Dus dat is een schoolvoorbeeld van het misbruiken van de macht. En het grappige is, er staat letterlijk in die in de prospectus van die rechtszaak. Of in ieder geval, ja, ik weet niet hoe ik het zou moeten noemen. Maar in 2022, Apple's Tim Cook was asked whether Apple would fix iPhone to Android messaging. Dit gaat over het berichtjes kunnen sturen via iMessage naar iemand op een Android telefoon. En hij zegt, it's tough, the questioner implored Mr. Cook. Not to make it personal, but I can't send my mom certain videos. And Mr. Cook's response was, buy your mom an iPhone. ja, dus dat zegt niet heel veel goeds voor Apple. En in Europa hebben ze al een rechtszaak verloren. Ze moeten hier meerdere apps, stores en dergelijke toestaan. En dat is maar goed ook. En ik vrees voor Apple dat ook wel in de Verenigde Staten zou kunnen gaan gebeuren. En je zou kunnen zeggen, ja, waarom Android niet? Op Android kan je die dingen al allemaal doen. Android is veel opener dan een Apple. Maar goed, dat is even het rechtszaak gedeelte. Laten we kijken wat Steve Wozniak, een van de co-founders van Apple, erover te vertellen had. Certainly in the crosshairs of regulators right now, whether it's in the European Union or whether it's in the United States. We know that Apple has really branded itself as a champion of privacy and user safety. When you take a step back and you look at what's going on with the Apple ecosystem and what big tech is doing overall, do you think the way Apple operates as a company is completely different from the likes of Alphabet, which of course is the owner of YouTube, who you're embroiled in this lawsuit with, or how Meta operates? Oh, I can't comment on that. I just think Apple's the good guy of them all because they've done so much, you know, I don't know, equality and trusting different, you know, disparity of types of people, and women are paid the same as men at Apple. So they've been a good guy, but still, I think back to the Microsoft case and the Department of Justice case against Microsoft. I read all 104 pages. I mean, it's enough that I remember the number of pages there were. And the first few five pages or so, they defined why it was a monopoly, and that applies to Apple, even though there are, you could point out, alternatives. And then it gets into a matter of, if you're a monopoly, that's not bad. That's not bad. Being big is not bad. But if you are antitrust, if you are not even and fair, you don't, the playing field's not even. Mm-hmm. The trouble is, it boils down to law. Mm-hmm. I'm not a lawyer. I don't exactly know what the antitrust laws are. So that's something that has to be found out. Okay, but Apple is a monopoly in your mind, but that's not necessarily a bad thing from what I understand you're saying. Yeah, it's a monopoly to the users that love their Apple equipment. Mm-hmm. Yeah, you don't have an easy way to get out of it. You have a bunch of apps and setups and the way you run your business and all that, and it'd be very difficult to just use other people's. So, and, you know, It's like all the other products, too, you know, that get added on. We have an app store. That's great. You know, high price app store. But I was a developer once, and I was developing little stuff on my own with no money. And how did I have a way in to find a way to sell it to the world? Ja, dus dat is een beetje de case van Apple. Daarvoor zou je kunnen zeggen, hij geeft toe, het is een monopolie. Maar hij zegt dat we eigenlijk niet zo heel veel frames doen. En dat
Ja, je zegt misschien een beetje gek over dat Apple het minst slecht is van iedereen. Ja, dat is niet per se iets goeds om iets om trots op te zijn, laat ik het zo zeggen. Maar zijn case onderaan de streep is natuurlijk, ja, we maken het ook mogelijk voor developers die klein zijn om hun apps te kunnen hosten op onze servers. Want als je een kleine developer bent en je moet al die dingen zelf gaan doen, dat het een relatief duur kan zijn, dan gaan ze maar door. Ik weet niet of dat stand gaat houden tegen wat ze nu aan het doen zijn, want ze hebben toch best veel unfair practices gedaan. Maar feit blijft, hier wordt aan geknaagd en de vraag is dus, hoe gaat Apple daar straks mee om? En dat is de hele kunst van beleggen. Als we dit goed kunnen raden of begrijpen, dan is het snel gedaan. Kijk, mijn mening erover is dat deze bedrijven die vinden altijd een ander businessmodel die ze zouden kunnen gebruiken als de ene niet meer mag. Dus je zou bijvoorbeeld app developers op een andere manier kunnen belasten. In plaats van dat je ze commissie laat betalen over elke betaling, dat 30% is, zou je ze bepaalde dingen kunnen leasen. Of je kan altijd een ander businessmodel omheen bouwen. Sterker nog, je zou zelfs naar advertenties kunnen gaan als Apple zijnde, maar daar blijft Apple het liefst bij weg. Dus ze gaan uiteindelijk, hoe je het ook bent of verkeerd, iets verzinnen waardoor ze nog steeds in ieder geval niet een groot gedeelte van hun omzet kwijt gaan zijn of iets dergelijks. En daar houdt voor mij deze rechtszaak ook bij op. Ik denk het grootste gevaar bij Apple zal zijn de lifecycle extension. Want als je een beetje verder gaat zoomen, ja, wat heeft Apple nou? Als de volgende, ja, je zou kunnen zeggen, kijk, wat Apple heeft gedaan, lifecycle cycle extension is overigens niet nieuwe producten brengen die een beetje marginaal nieuwe dingen kunnen doen. Snap je? Dus als je van Apple, ik heb de verschillende Apples de afgelopen paar jaar verschillende iPhones gehad achter elkaar en er is in principe helemaal niks anders aan die verschillende iPhones. Ze zijn allemaal hetzelfde. Ze doen allemaal dezelfde dingen. Er is niets nieuws aan de iPhone. Je zou kunnen zeggen, oké, maar ze hebben de AirPods bijvoorbeeld gelanceerd. Is een hele grote inkomstenbron nu. Ze hebben de Apple Vision Pro gelanceerd, die eventueel iets zou kunnen gaan doen. Maar dat zijn geen dingen die echt innovatief zijn. Dat zijn geen nieuwe dingen. En over het algemeen doet Apple ook nooit echt nieuwe dingen. Apple wacht vaak om als allerlaatste toe te kunnen staan, zoals met virtual reality. En de vraag is dus, is Apple nog steeds een innovatief bedrijf? En wat is er voor hun als volgende grote stap, volgende grote markt om echt iets nieuws te kunnen gaan doen? Dat was voor een hele lange periode. Daar keek ik persoonlijk zelf naar uit dat ze dat zouden gaan lanceren. Ik heb zelf geen Apple-aandelen, maar dat zou me bijvoorbeeld kunnen overwegen om het wel te gaan doen. Als ze een elektrisch wagen, een elektrische auto hadden gemaakt. In diezelfde interview zegt Steve Wozniak, de reden dat ze dat niet hebben gedaan met de knipoog, is dat ze verwachten dat full self-driving, oftewel zelfrijdende auto's, dat helemaal niet mogelijk is. Dus dat is best wel interessant, vind ik, dat ze dat zeggen. Dat is nogal een bold statement, want als het Tesla wel lukt, dan betekent het dat Tesla echt alleen die markt in handen gaat hebben. Maar ja, dat hebben ze gecanceld. Dus ook dat komt er niet. En dat is wel iets wat het grote verschil voor Apple zou gaan maken. Ik bedoel, als je kijkt naar de research and development uitgaven van Apple, dan hebben we het over een bedrijf die 100 miljard... Ja, je hoort het goed. 100 miljard heeft uitgegeven de afgelopen 3 jaar. In 3 jaar tijd. 100 miljard heeft uitgegeven aan research and development. En dan vraag ik me toch af waar dat geld is gebleven. Wat hebben ze daarmee gedaan? Ik bedoel, OpenAI heeft misschien een paar miljard gekregen om ChatGPT te bouwen. Dus waar is al dat geld gebleven die Apple geïnvesteerd heeft in research and development? En daar was het enige hoop, enige sprankeltje hoop, als je mij vraagt, voor Apple, was AI, kunstmatige intelligentie. Want als je kijkt naar waarom mensen hun iPhones weer zouden gaan verlengen, en er moet iets nieuws komen. Want het duurt ongeveer 4,5 jaar nu voor de gemiddelde persoon om een nieuwe iPhone te kopen. Terwijl dat een aantal jaar geleden nog zo'n 2,5 jaar was.
Dus ze moeten iets nieuws gaan doen. En AI zou een van die dingen kunnen zijn. Maar nu blijkt dat Apple in gesprek is met Google's Gemini, gesprek heeft gevoerd met OpenAI, gesprek heeft met Baidu in China om AI in hun telefoons te kunnen implementeren. En daarmee zegt Apple, als je het mij vraagt, ja, wij kunnen dit niet. Wij gaan het uitbesteden aan een ander die daar goed in is en die dat goed kan. En daarmee gooit Apple toch een beetje de handdoek in de ring. En ik weet niet waar die lifecycle extension vandaan zou komen. Dus voor mij is Apple geen koopwaardig bedrijf op dit moment. En niet dat ze het slecht gaan doen de komende jaren. Want dat betekent niet dat het aandeel gaat dalen of iets dergelijks voor een hele lange periode. Het zou zelfs nog verder omhoog kunnen. Ik weet het niet. Maar ik wil wel in bedrijven zitten waarvan ik bijna, want je kan het nooit zeker weten, bijna zeker weet dat ze in die, zeker als ze in de maturity fase zitten, dat ze een lifecycle extension hebben en nog heel veel jaren van groei kunnen gaan meemaken. Zoals een Microsoft dat heeft gedaan, zoals een Tesla dat aan het doen is met full self-driving en dat soort zaken. Zoals heel veel verschillende bedrijven dat in mijn portefeuille hebben gedaan. Daarom doen de bedrijven die ik bezit het zo, ook zo ontzettend goed. Zoals Nvidia dat bijvoorbeeld nu met de AI-chips heeft gedaan. Daarvoor moest het vooral van de gaming-industrie hebben. En die was relatief mature geworden op een gegeven moment. Dus ik weet het niet hoor, jongens. Ook qua waardering. Als we even kijken naar waardering, dan is Apple relatief tricky gewaardeerd. Ik heb toch... Google is bijvoorbeeld een stuk goedkoper. En heeft een lifecycle extension met Gemini, met AI. Of ze dat goed krijgen is nog een ander verhaal, maar ze hebben het wel. Ze hebben niet de handdoek in de ring gegooid, laat ik het zo zeggen. Ze zijn het stinkende best aan het doen. Maar als we kijken naar de waardering, kom je uit op een forward PE de komende 3 jaar van zo'n 22. En een price sales ratio van 6,1. En voor mij persoonlijk zeg ik dan, nee, het is het me niet waard om in Apple iets te gaan doen. Dus ik hoop dat je wat had aan deze video. Ik hoop dat het je wat bij heeft, wat heeft opgebracht en wat bij heeft geleerd. En zoals gewoonlijk, ik zou het ontzettend waarderen als je in de comments bingo zou kunnen roepen als je dit tot het einde hebt gekeken. Eigenlijk, iedere keer als ik bingo's hier voorbij zie komen, vind ik het hartstikke prachtig. Dus als je dat zou willen doen, dan weet ik ook dat je deze video's tot het einde hebt bekeken. En dan blijf ik ze maken. Met heel veel plezier maken zelfs, want ik doe het nu ongeveer 1 keer per week en misschien maak ik er wel meerdere per week als mensen dat gaaf vinden. Dus dankjewel voor het kijken en ik wens je nog een hele fijne dag.